ik ben zelf zoekende. Dat is dus de reden waarom ik deze tekst geschreven heb. Wat is liefde eigenlijk? Het wordt zo vaak bezongen. Men praat er vaak over. Maar staat men er wel bij stil van wat het daadwerkelijk betekent? Is het een gedachte? Is het een emotie? Is het een gevoel? Waarom doet het soms pijn als het zo een geweldig, ja, hoe verwoord je dat? Een geweldig, ja, ding is. Ja, het is niet een gewoon ding, maar weet toch, als het zo geweldig is, waarom doet het soms pijn? Dus al die vragen stelde ik mezelf om uiteindelijk ja, dat met de mensen te doen. Ja, kijk, dit alles is lobby. Je interviewt, maar je wil weten, is lobby. Het feit dat er zoveel mensen vanavond hier zijn gekomen, is allemaal lobby. En de manier waarop mijn nummer tot stand is gekomen, het geduld. Weet je, liefde is denk ik een verzamelwoord van een heleboel emoties en gevoelens, denk ik. Bij elkaar, respect, geduld, noem maar op. Al die woordjes vormen liefde en liefde is eigenlijk leven. Marouf Ahmad Stam heb ik gekozen als vocalist. En waarom? Omdat zijn stem het best paste bij mijn lied. Ik heb geprobeerd met andere zangers. Maar naar mijn gevoel kwam de tekst niet. Kwam het bij Marouf het best tot uiting. Ik ken de titels niet uit het hoofd. Maar ik weet niet of het heet Sturunamise, Seiwarang Alade. En of als ik me niet vergis, is het Paul Amerali, toch? Ja, dat nummer heeft me altijd geraakt. En ja. Wordt u noesari te jangalo bi prati mi ate koru lenki wande. Mi ati enaki tapadoro ukoloku firi ekari teleki prokonshatu winti e koi ripsa mi fensre garden bara josi en tenge longwe lip mi na prakseri. Takef sonte lobi na wafiri ai sonte lobe di prakseri ai sonte ye lobi e quel libi ai sonte ye.